Bart, gefeliciteerd met je tweede drie sterren Grand Prix zegen van dit seizoen. Want zo is het toch, hè? Ja, zo is het. Zeer tevreden. Eigenlijk niet verwacht. En ja, een heel mooi resultaat, moet ik zeggen. Super. Maar je had het al eens gepresteerd, dus waarom zeg je nu niet verwacht? Ja, veel groot deelnemersveld hier. En ja, toch wel een reëel parcours hier. En ja, lijnen van of iets naar voren of iets terug. Toch wel een delicate proef, vond ik, hoor. Zo'n plank op de laatste. En ja, en de tijd stond ook nog wel kort als je een keer wat mogelijkheden moest nemen. Ja, allemaal wel wat zwaar, maar goed afgelopen. Ja. Ja. Zeg, je was nummer 4, dacht ik, in barrage. Hoe rijd je daar dan naartoe? Ja. Had je al iets kunnen Ja, ik had wel in de gaten dat ik zo van de 1, 2, 3, die twee stijlen en die stijl daar, dat ik toch daar de tijd moest winnen. En ook hierna die dubbel iets rap naar die bruine acties, toch een hele cup. En dan die laatste, ik dacht van ja, niet gek laten maken. Een hoop gefluit links en rechts, maar ik dacht, ik hou een beetje contact. Want ja, die mag er niet afgaan. En de tijd wist ik dat kort was, maar zo kort dat ik zou winnen. Had ik eigenlijk ook niet verwacht, maar het achteraf toch een snelle tijd neergezet. Ja. Ja. Had je na je rit zoiets van, de buit is binnen? Ik had zoiets van, dit is snel. Ja. Dat gevoel gaf hij. En dan is het aftellen. En dan is het aftellen. Van, en toen, ja, foutje hier, foutje daar. En die niet zo snel. En dan, ja, steeds ga je van 4 naar 3 naar 2 naar 1. En dan, ja, dan is het toch tijd te kijken. Dan ben je winnen. Ja, dat is toch een mooi moment altijd. Ja. Ik heb begrepen, het is een klein beetje ook een generale repetitie voor binnen 14 dagen. Ja, Lanaken. Ik ben hier eigenlijk een paar ook op te trainen. Eigenlijk ook, ik heb een 6- en 7-jarige gekwalificeerd voor Lanaken en twee hengsten. En ja, mij was eigenlijk mijn bedoeling om hier toch meer wat kilometers te maken. De paarden voor daar in vorm heb. Maar nou, de Vos is zeker in vorm vandaag gezien. De Vos heeft inderdaad getoond dat hij er klaar is. Ja, perfect. Gevuld in huis, voorzichtig, doet goed zijn job. Lord Sandro. Ja, Lord Sandro. Wie is de Vos eigenlijk? Vos is een heel fijn paard. Hij heeft wel veel ril, maar dat is ook de kwaliteit eigenlijk. Veel bloed. Hij heeft heel veel vermogen. En zijn paard moet je een beetje kennen. Mooie combinatie mee zijn. Maar hij heeft echt veel erin. Ik denk dat dit ook nog niet het einde is voor dit paard. Hij springt ook nog wel een gaatje hoger. En jullie vormen al een tijdje een trouwe combinatie, hè? Sinds een klein jaartje nou. En daar hebben we ook veel tijd in gestopt en netjes opgebouwd met een 2 sterren. 2 sterren keer nationaal en dan een keer een 3 sterren. Ja, Frankrijk geweest, Oostenrijk geweest, Zwitserland geweest. En dan ja, eigenlijk elke keer geprobeerd om toch vooraan te staan. Maar altijd plek 7, 9, 10 en nou dan 1. Dat is toch een heel mooi resultaat. Dus dit is een hoogtepuntje van dit seizoen? Zeker weten. Kun je wel zeggen, ja. 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 En dan volgend seizoen zeg je inderdaad, mag er een sterretje bij komen? Een sterretje bij komen van de winter misschien een keer proberen. Ja, had ze nou zoals met ons ook in Nederland met de bondscoach. Dat hij zegt van god, die jongen laatst heeft goed gereden. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat ze zegt van god, we willen je daar ook een keer aan de start hebben. Een stapje hoger. Mm-hmm. En had dat dan ook goed gaat. Zou het mooi zijn dat ik een keer in het B-kader of zo zou kunnen komen van Nederland. Ja, want jouw naam gaan we niet onmiddellijk associëren met, in Nederland noemt dat A of A-kader? Nee, A-kader nog niet, maar ik ben gewoon van plan om iets op te bouwen. Dat heb ik nou wel aardig bereikt, denk ik. En de laatste grote prijzen af en toe wat pech gehad met 1-af. Een keer 4 in de grote prijs Outdoor Gelderland afgelopen juli. Ja. En nou, dit is toch een mooi resultaat. En dan ik hoop een keer voor een uitnodiging voor een sterretje over. Ja. Ja. Ik ga je daar heel veel succes mee wensen. Dankjewel. Graag gedaan.